Hallo en welkom bij Een Week Ede. Met deze week onder andere aandacht voor de volgende onderwerpen. Gesprongen waterleiding maakt van de Praatsweg een rivier. Marcel van Dalen weg uit Edische politiek. En kinderen met astma krijgen sportkliniek bij ziekenhuis Gelderse Vallei. Dit en meer deze week in Een Week Ede. Maar we beginnen deze week met de opening van bloemenveiling Plantion op het nieuwe industrieterrein BTA12 tussen Ede en Veenendaal. Deze opening vond afgelopen zaterdag plaats en ook minister-president Jan-Peter Balkenende was daarbij aanwezig. Een grote groep genodigden was zaterdag aanwezig bij de officiële opening van het nieuwste paradepaardje van Ede, bloemen- en plantenveiling Plantion. Demissionair premier Balkenende was gevraagd de officiële opening te verrichten en hij kwam niet alleen, want zijn vrouw en dochter waren ook naar Ede afgereisd voor dit bijzondere moment. Er waren honderden mensen uitgenodigd om de opening bij te wonen en uiteraard maakte burgemeester Van de Knaap direct van de gelegenheid gebruik om onze stad bij de aanwezigen te promoten. Welkom in de mooiste gemeente van Nederland. In al mijn toespraken heb ik de afgelopen 2 jaar dit gezegd. En nu ben ik in het stadium dat mijn vrouw hier doodziek van wordt. Ze zegt, hou er eens mee op. Maar ja, de waarheid, die mag je toch wel vertellen. En zeker met een dag als vandaag, met de opening van dit prachtige bedrijf, met al deze gasten, besef ik weer hoe trots we met elkaar op Ede kunnen zijn. Als burgemeester van Ede ben ik zeer blij met de komst van de bloemenveiling. Behalve de nodige speeches stonden er ook 2 echte hoogtepunten op het programma. Natuurlijk de officiële opening door de premier, maar er was ook een hoofdrol voor de dochter van Jan-Peter Balkenende. Want deze mooie rode bloem werd tijdens de opening naar Amelie Balkenende vernoemd. Amelie mocht haar bloemen officieel dopen met champagne. Geniet van dit moment, hè? Eet is zo goed. Ze geeft de plantjes water. En hoe? Amelie doopt op dit moment de nieuwe Alstroemeria Amelie van Royal van Zanten. We gaan een proost uitbrengen, een toast. Ja, Amelie, op een hele mooie toekomst voor de bloem en voor jou. Proost. Vandaag is een belangrijke dag, want er is een speciale bloem naar jou vernoemd. Hoe is dat? Heel erg bijzonder. Echt bijzonder. Echt. Dat nog gebeurt. Dat is, ja, en dan ook nog zo'n mooie bloem. Ja, dat is echt top. Wat weet je nog hoe die heet? Ja, Alstroemeria Amelie. Een prachtige naam voor een prachtige dochter. Dank u wel. Bij zo'n officiële doop hoort ook officieel papierwerk. In viervoud uiteraard. Met handtekening van Amelie. En dan is het tijd voor datgene waar de middag eigenlijk om begonnen was, de officiële opening. Dan wil ik u minister-president uitnodigen om toch op die rode knop te gaan brengen. Met z'n tweeën, hap erbij Amelie. 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1, go! En daar is hij op het scherm. Zien we de gereformeerde veilingkorps uit Ressen, later in Den Haag. En die heeft een ereplaatsje gekregen hier in de hal in Plantion. Meneer Balkenende, u heeft zojuist Plantion in Ede geopend. Wat vindt u van deze nieuwe bloemenveiling? Een heel belangrijke ontwikkeling natuurlijk voor deze regio, maar ook voor de Nederlandse economie. Ik vind de Nederlandse tuinbouwsector echt geweldig. Het gaat om innovatie, het gaat om kapitaalintensieve activiteiten, het gaat om export, het gaat om ondernemerschap. Als je dan ziet, juist in deze tijd dat het economisch moeilijk gaat, dat zoiets is gerealiseerd, dat vind ik echt geweldig. Ja. Er werd ook iets speciaals voor uw dochter overhandigd. Ja, het is natuurlijk ontzettend leuk dat een bloem naar haar is vernoemd. Een ontzettend leuke activiteit voor mijn dochter. Ze is natuurlijk enorm blij mee. En je kunt zich voorstellen dat mijn echtgenote Bianca en ik daar trots op zijn. Algemene directeur van Plantion, vandaag geopend hier in Ede door de premier. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, het is een fantastische kroon op ons werk. Lang naar uitgekeken. Natuurlijk al een spannende opening gehad op 1 maart. Maar nu echt, officieel. En als je dan de minister-president erbij kan hebben, ja, dan is het helemaal mooi. Nederland is internationaal ook, vooral op het gebied van de bloementeelt. Maar nu hangt er een grote aswolk boven Europa. Heeft dat gevolgen voor uw handel aanstaande maandag? Maandag denken wij nog niet. Wij krijgen bloemen binnen, zowel uit het Midden-Oosten als uit Afrika. Het kan dat het maandag al wat invloed heeft.
Maar zeker na de middenweken, zeg maar dinsdag, woensdag, het zou kunnen dat er geen vliegtuigen kunnen landen. Ja, dan wordt het moeilijk. Ten slotte, mist u Kees van der Knaap een beetje daar in Den Haag? Kees is een uitstekend burgemeester. Die voelt zich helemaal op zijn plek hier in Ede. En natuurlijk mis ik de vriendschap, dat begrijpt u. Maar tegelijkertijd, hij wilde graag burgemeester worden. Hij heeft nu deze bestuurlijke verantwoordelijkheid. En natuurlijk blijven onze contacten gewoon dag in dag uit gewoon wel goed. Als je 's ochtends wakker wordt, vind je het natuurlijk heel normaal dat je gewoon kunt douchen, je tanden kunt poetsen, een kop koffie kunt drinken of het toilet doorspoelen. Als dat ineens niet meer lukt en je kijkt naar buiten en de hele straat staat blank, dan is de verrassing compleet. Dat gebeurde de bewoners van de Kraatsweg afgelopen week, want daar knapte namelijk een hoofdwaterleiding. In de nacht van maandag op dinsdag afgelopen week ontstond er op de hoek van de Kraatsweg en de Van Galenstraat in Ede een plaatselijke rivier. Die nacht knapte namelijk een van de hoofdwaterleidingen. En dat zorgde ervoor dat het gehele wegdek, het trottoir en enkele tuinen onder water stonden. Dat leverde toch een iets wat apart plaatje op. Recreatieplas de Kraatsweg, grapte een van de omwonenden al. Naast dat dit natuurlijk een rare gebeurtenis is, leverde het voor de bewoners ook de nodige ongemakken op, 's ochtends bij het wakker worden. Meneer, u bent buurtbewoner. Hoe ging dat vanmorgen toen u wakker werd? Want u had geen water. Nee, inderdaad. Dat was een hele rare gewaarwording. Als je dan 's morgens opstaat en je doet de kraan open en de plaats dat er water uitkomt, dan komt er helemaal niks uit. Nou, dan sta je wel eventjes raar te kijken. Dan denk je, wat zullen we nou toch weer hebben? Ja, en toen? Ja, en toen. Dan ga je toch maar even scheren. En toen denk ik, ja, ik moet toch een beetje water zien te krijgen, want je wilt toch je tanden poetsen en toch een beetje je gezicht afdoen. Maar ja, douchen is er dan helemaal niet bij. Dan denk ik, nou, beneden zal er nog wel een beetje druk op staan. Ja, het is wel eens vaker gebeurd en dan had je toch nog een klein beetje water. Dus toen liep ik naar beneden en toen had ik nog een beetje water. Dan kon ik toch het gezicht wat doen, het tanden poetsen en tevens eventjes voor mijn medicijnen het water, want die moet je ook wegspoelen. Meneer, buurtbewoner, hoe was het vanmorgen wakker worden in deze Kraatsweg? Nou, wakker gemaakt worden door de herrie op straat. Het leek wel of er een overval plaatsvond met al die zwaarlichten en al die auto's. En toen? Uit het raam kijken, zien dat het donker was en dat er heel veel water op straat stond. Dat was schrik of niet? Nee, we schrikken niet zo gauw, maar het was net of het uit het riool kwam, want de straat was helemaal wit. U was hier vanmorgen om 4 uur, 5 uur, wat trof u aan? Eén grote watervalet. En toen? De eerste afsluiters hebben ze dichtgezet. Zo ver mogelijk dat kon, want ze konden niet helemaal dicht krijgen. Zijn we gaan pompen en gaan graven, kijken wat er kapot was. En wat was er nou precies kapot? Er was in de transportleiding was een bocht gescheurd. Nou, die hebben we vrijgegraven, hebben we tussenuit gehaald, hebben we een nieuwe tussen gezet. Nou, toen hebben we één afsluiter heel langzaam open laten gezet, dat we de lucht eruit kunnen krijgen en de vuiligheid eruit voelen. Nou, en zodoende hebben de mensen later toch weer water gekregen. Dat voelt dan toch goed dat je zoiets mag doen om die mensen dan toch weer vanavond lekker te laten doen? Alleen in Nederland hebben we wel een probleem. Koffie geven hebben ze een hekel aan, volgens mij. Verder gaat het goed, echt waar. Een aantal weken geleden heeft u in een week Ede kunnen zien dat ziekenhuis Gelderse Vallei sporttrainingen gaat verzorgen voor jongeren met astma. Afgelopen week was zo'n training. De jongeren mochten gelijk stevig aan de bak met een potje skileren, maar dan wel onder professionele begeleiding. Skileren met kinderen met astma. Margreet Berends, kinderlongverpleegkundige bij ziekenhuis Gelderse Vallei, legt uit wat de bedoeling is. Wij zijn een workshop skileren aan het verzorgen door de ijsvereniging hier in Ede. En de kinderen leren een uurtje skileren, hopen en remmen. Waarom nou dit skileren? Nou, het skileren, we proberen kinderen in aanraking te laten komen met verschillende sporten. Om te kijken of ze iets kunnen vinden wat bij hun past. Nou, en buiten bezig zijn is natuurlijk altijd heel goed. En we doen verschillende sportmomenten tijdens de astmatraining. Waar onder andere dit keer skileren. Ja, wat is er nou zo bijzonder aan deze kinderen? Nou ja, deze kinderen hebben astma en we proberen toch, ondanks hun astma, een sport te zoeken wat bij hun past. Omdat het probleem vaak is dat ze stoppen met sporten omdat ze benauwd worden. Maar ja, het is heel moeilijk voor hun om het aan te voelen, is het nou benauwdheid vanwege mijn inspanningsastma? Of is het gewoon omdat ik moe ben van het sporten? En dat proberen we eigenlijk in die 6 keer dat ze getraind worden achter te komen. Marielle, jij doet mee met dit speciale rondje skileren. Waarom? Omdat het een astmatraining is en... je kan oefenen voor je astma, wat je allemaal moet doen als je een astma-aanval krijgt. En
dan kan je grenzen aanstellen. Ja, want jij hebt astma. Hoe is dat nou om astma te hebben? En dan, ja, sporten hoort er natuurlijk ook gewoon bij. Dat is ook gewoon leuk als kind. Nou, soms is het wel vervelend, want sommige dingen kan je niet doen. Maar ja, je leert er gewoon mee omgaan. Het valt me op, je bent niet heel erg aan het hijgen of zo. Gaat eigenlijk allemaal goed? Ja, dat wel. Maar als je nou iets doet wat eigenlijk niet kan, dan loop je blauw aan? Nee, dat ook niet. Dan ga ik een beetje met mijn schouders op en neer en dan ga ik via mijn mond ademen. En als ik dat nou niet doe, dan word ik niet zo snel meer benauwd. Dus eigenlijk moet ik dat doen. En daarna kan ik weer gewoon verder gaan. Hoe is het nou bijvoorbeeld op school? Als al je vriendjes gaan voetballen, kan je dan gewoon meedoen? Ja, daar kan ik gewoon meedoen. Dat is wel lekker. Ja, dat komt omdat ik vroeg met mijn astma ben geholpen. De kinderen zien dus zeker het belang in van deze trainingen. Hoe zit dat met hun ouders? Wat vinden zij van het initiatief van het ziekenhuis? Het is gewoon heel belangrijk dat ze blijven bewegen. En het leuke is dat ze ook andere kinderen zien die ze niet kennen. En die hetzelfde hebben als zij. Op school zijn ze heel vaak alleen in de klas. In ieder geval met de mate van astma waarin zij het hebben. En de ene keer kunnen ze wel meedoen, de andere keer niet. En dat snappen ze hier van elkaar en op school dus niet. Astma 2010, is daar mee te leven? Er is goed met alle medicijnen die zijn, is er goed mee te leven, ja. Ja, ik vind het heel belangrijk. Ja, superbelangrijk. Waarom dan? Nou, omdat het hem gewoon inzicht geeft in zijn ziekte. Tussen haakjes ziekte, want ja, hij is niet echt heel veel ziek. Maar het leert hem hoe hij om moet gaan met inspanning. Hij komt op een leeftijd, hij is nu bijna 11, dat kinderen zich beginnen te schamen, dat ze iets hebben. Dus dat hij weet van, ik ben niet de enige, er zijn meer kinderen. Wat moet ik doen als ik een aanval krijg? Niet in een hoekje kruipen. Ik moet mijn medicijnen nemen. Hoe belangrijk is dat? Dat is op deze leeftijd ook wel eens dat ze minder trouw zijn met de therapie. En ja, hier op die cursus wordt hem gewoon geleerd dat het echt super belangrijk is dat hij dat allemaal doet. Een belangrijke bezigheid dus voor deze jonge astma-patiëntjes. En hoe kan je na zo'n training dan beter weer op adem komen dan met een heerlijk ijsje? 1000 leden voor tennisvereniging Kelterwoud. Een digitale flitspaal en een belangrijke nominatie voor een Edese kapper. Dat en meer ziet u nu in Nieuws in het Kort. Bij tennisvereniging Kelterwoud is afgelopen vrijdagmiddag het 1000ste lid in het zonnetje gezet. Wouter Kortleven uit Bennekom werd onlangs ingeschreven als 1000ste lid en ontving daarom een gratis jaarlidmaatschap en een shirt waarop het clublogo gedrukt is. Ook krijgt de jonge tennisser binnenkort een gratis tennisles. Vorig jaar, bij de verhuizing van de tennisvereniging, telde de vereniging nog zo'n 850 leden. Daar zijn er inmiddels dus 150 bijgekomen en in de toekomst hoopt de vereniging door te groeien naar zo'n 1200 leden. Dinsdagochtend kreeg de brandweer in Ede de melding dat er een bus in de brand zou staan op de afrit van de A12 bij Ede. Eenmaal aangekomen bij de bus bleek het gelukkig niet te gaan om brand, maar wel om veel rook door vastlopende remmen. In de bus zaten kinderen van het Guido de Bres College uit Amersfoort, die gelukkig met de schrik vrijkwamen. Ze zijn met een andere bus verder vervoerd. Ze waren op weg naar Renen, naar de Grebbeberg, in het kader van een geschiedenisles. Kapper Bert de Zeeuw van kapsalon People Behind the Mirror in Ede, hier te zien op archiefbeelden, is genomineerd voor de Consumer Award 2010. Daarbij moeten 4 foto's worden ingestuurd van kapsels. Aan de hand van die foto's worden kappers beoordeeld. De Zeeuw is in Ede zeker geen onbekende. Hij verzorgt onder andere jaarlijks het haar van de heidehoogheden. Genomineerd was Bert de Zeeuw al vaker, hij won alleen nog nooit. Als hij wint, mag hij zich kapper van het jaar noemen. Op 9 mei, Moederdag, wordt de uitslag bekendgemaakt. In een aantal plaatsen staan er al langer digitale flitspalen, in Ede sinds deze week ook. Bij de verkeerslichten net voor het BP-tankstation bij ziekenhuis Gelderse Vallei is de oude analoge flitspaal losgehaald en afgevoerd en een nieuwe digitale flitspaal geplaatst. Digitale flitspalen hebben voor de politie het voordeel dat er geen rolletje meer in de paal zit en dus kan die nooit vol raken. Daarnaast worden alle foto's van hoge kwaliteit direct doorgestuurd naar de politie. Het duurt daardoor minder lang voor u een boete op de mat heeft. Er is ook een groot nadeel, althans voor de snelheidsovertreders. Het rolletje is nooit vol, dus u staat altijd op de foto. Bovendien wordt er niet geflitst, maar gebruik gemaakt van infraroodtechniek. De politie Gelderland-Midden voert de laatste tijd weer veel controles uit in onze regio. Die controles zijn voornamelijk toegespitst op alles wat te maken heeft met uw motorvoertuig. Afgelopen week was weer zo'n controle, onder andere bij station Veenendaal de Klomp. Donderdagavond hield de politie Gelderland-Midden een grote controle in de regio, onder andere bij station Veenendaal de Klomp.
De controle vond plaats in samenwerking met een aantal andere disciplines, zoals de douane en het KLPD. De laatste tijd vinden regelmatig controles plaats in de regio, zoals bijvoorbeeld vorige week nog op de verlengde Arnhemse weg, oftewel de N224, waar men op de parkeerplaats bij restaurant Juffrouw Tok controles uitvoerde bij voertuigen. Daar werd ook deze vrachtwagen staande gehouden. De lading werd niet veilig genoeg vervoerd en moest daarom opnieuw goed worden vastgemaakt. Tijd voor een gesprek over de controles met woordvoerder Paul Koetsier van de politie Gelderland-Midden. Grootscheepse controle met diverse andere disciplines. Het KLPD is daarbij geweest, de douane is daarbij geweest. Wat specialisten op het gebied van vuurwapenwetgeving, omdat we daar ook controles op hebben gedaan bij een aantal adressen thuis. Ja, want ook bij bijvoorbeeld station De Klomp werd gecontroleerd, dat viel me op. Daar werd ook bijvoorbeeld onder de motorkap gekeken. Ja. Nou ja, je kunt bij een controle natuurlijk alle mogelijkheden aanwenden die je nodig hebt bij zo'n verkeerscontrole. Onder de motorkap kijken kan bijvoorbeeld zijn om na te gaan of dat de chassisnummers overeenkomen met de gegevens die in het kentekenbewijs staan. Om te kijken of er mogelijk sprake is van diefstal. Het was eerder geblazen. Nee. Ja, moet je even ingriep aanhalen? Laat zo'n vrouw blazen toch? Ik niet. Ja, okay. Mag je even aan één stuk doorblazen? Ja, ja. Ga je gang. Blazen, blazen. Ja, stop maar. Als er een peentje komt, is het goed. Dan mag je doorrijden. Kijk eens, hartstikke mooi. Kijk eens. Helemaal goed, dankjewel. Hoi, goeiedag. Appel, weet ik wel wat er is. Spinnen. Je kentekenbewijs. Heb je er ook niet bij? Kentekenbewijs. Ja. Denk ik wel. Even zoeken. Hoop ik. Als ik die niet heb, ja. Leeft die thuis wel. Ik constateer toch dat het wat drukker is met controles dan bijvoorbeeld een jaar geleden. Of is dit nog gewoon een piek? Nou, ik denk niet. Het is eigenlijk iets van alle dag wat we toch eigenlijk met regelmaat uitvoeren. Alleen in deze orde van grootte is natuurlijk net even ietsje anders dan de meeste reguliere controles die we houden. Een mooie gelegenheid om enerzijds ook goed samen te werken met de andere disciplines waar we veelal mee samenwerken. En om de gelegenheid te baat te nemen om speciale controles uit te voeren op het gebied van bijvoorbeeld het bezit van of illegale wapens. Ja, de opbrengst van de afgelopen week, wat heeft die controle nou zo'n beetje opgebracht? De hele avond ongeveer 230 bekeuringen. Er is door de Belastingdienst €12.000 geïnd. Nou, op zich financieel gezien aardig vangst geweest. We gaan verder met Marcel van Dalen, nu nog raadslid voor de Edese D66-fractie. Maar vanaf dinsdag 20 april wethouder in Blaricum. Dat roept natuurlijk een aantal vragen op en daarover spraken wij met hem. Marcel van Dalen, ja, gefeliciteerd, wethouder in Blaricum. Ja, dankjewel. Dat is een mooie bekroning voor een bescheiden politieke carrière voor mezelf. Ja, hoe is dat nou op uw pad gekomen? Dat is voorbijgekomen en zo'n kans komt één keer in je leven voorbij. En we hebben een aantal ernstige gesprekken gehad in Blaricum. En met de afdeling Blaricum en met de beoogde coalitiepartners. En dat is tot een goed einde gebracht. En zodoende word ik dinsdag 20 april geïnstalleerd als wethouder. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat zo'n telefoontje komt, dat je in eerste instantie inderdaad denkt van hey, gaaf, dit wil ik. Maar aan de andere kant komt dan denk ik ook die gedachte van ja, kan ik Ede wel achterlaten? Precies, ik heb ogenblikkelijk overleg gehad met de fractie in Ede. En die vonden het een goede kans voor mij. En net zoals ik ook vind, een goede afsluiting voor mijn carrière. Of althans een voortzetting, laat het duidelijk zijn. Ze wensen mij het allerbeste. Zullen ze u gaan missen in Ede? Of zullen ze juist blij zijn dat u weg bent? Want u was toch een beetje, u zat toch een beetje in die pijl, zeg maar. Jazeker, D66 zal me zeker gaan missen, althans dat hoop ik. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal fracties en een aantal collegeleden die mij volstrekt niet zullen missen. Maar dat geeft helemaal niet. De politiek is soms een heel hard vak. Dan even over Blaricum. Ja, mensen kennen Blaricum misschien wel van naam. Hè? Dat is toch een beetje een dorp, een stad met dure huizen bijvoorbeeld. Wat weet u over Blaricum? Blaricum is een gemeente met 9000 inwoners, een kleine gemeente. Daardoor zijn de problemen ook te overzien. Er zijn weliswaar ook grote problemen natuurlijk met de woningbouw daar, de nieuwe woningbouw die nog niet op gang komt. En verder is natuurlijk de duurste woongemeente in Nederland. Daar staat Blaricum onbekend en dat zal denk ik ook nog een lengte van jaren zo blijven. Ja. Ja. Dat betekent ook wel meteen een probleem, want als wethouder word je toch geacht om binnen een jaar in de gemeente te gaan wonen waar je wethouder bent. Ik weet niet, wordt er een oude sok opengetrokken? Vooralsnog heb ik de intentie om daar te gaan wonen. Dat betekent ook dat wil je daar gaan wonen, je eerst je huis moet verkopen. Vooral in de huidige economische crisis. Daarbij is mijn vrouw met hart en ziel verknocht aan haar directeurschap van de openbare basisschool Palet in Ede. Mijn dochter woont in Ede en mijn zoon woont in Wageningen.
Kortom, er moet nog heel wat water door de Rijn stromen. Willen wij gaan verhuizen naar Blaricum. Maar we hebben zeker de intentie, ja. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Week Ede voor deze week. Zometeen na de reclame natuurlijk weer Zeg het maar. En volgende week zondag om 11 uur 's ochtends natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Een Week Ede. Wat mij betreft, tot volgende week.